This is the Euphrates River in 2020. And this is the Euphrates River now. So why is this the most searched term for Christians right now? And what on earth is this bizarre discovery that locals have found on the riverbed? Well, strap on your seatbelts because I'm about to take you on a very bumpy ride. Over 2,000 years ago, the Bible predicted that this vast river, 1,700 miles long and 1.7 miles wide, would totally go bone dry. And when this happens, Nou ja, zoals je hier ziet, deze man vertelt over de rivier de Eufraat. Dit komt ook terug in Openbaringen. In Openbaringen, je ziet, 14, bij de bazuinen, zegen tot de zesde engel, die de bazuin had, laten vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gebonden zijn. En de vier engelen die tegen het uur van de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om een derde deel van de mensen te doden. Nou ja, dit klinkt natuurlijk best gevaarlijk en best beangstigend voor vele mensen die hier niet van af weten. Dit is een bijbelprofetie die al een hele tijd geleden is uitgesproken en opgeschreven. En sinds een aantal jaar geleden is de rivier de Eufraat in heel snel tempo is aan het opdrogen. En zoals je hier eerder in het filmpje ook zag, zag je in eerste instantie veel water. Vervolgens zag je een tweede afbeelding filmpje waarin er bijna geen water meer was. En ook in de jaartallen hiervoor, zeg maar, van de rivier stond onder andere een foto van, dan moet ik het goed zeggen, volgens mij 2020 en 2022, zo uit mijn hoofd. En dat is al een heel stuk opgedroogd. Something dreadful, something terrible is going to happen. The Bible says, then the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up so that the way of the kings from the east might be prepared. Or in other translations. Nou ja, zoals daar stond, onder andere in Openbaring 16. Ik zal even toe. Er werd onder andere gezegd dat de rivier de Eufraat opdroogde, zodat het koninkrijk van het oosten een vrije doorgang had naar Israël om dat uiteindelijk te gaan aanvallen voor de laatste oorlog, de Armageddon, wat ook in Openbaringen beschreven wordt. Dus het opdrogen van de rivier heeft daar onder andere mee te maken, zodat de oostelijke koninkrijken Israël en tegen Gods leger gaan strijden aan het eind voor de laatste oorlog. The way of the kings of the rising of the sun might be prepared. Did you catch that? The Bible says that when this natural barrier, when the Euphrates dries up, an army, the kings of the rising of the sun, will begin marching. Now, I'm not going to tell you which country I think it is, just in case I'm wrong. But let me give you a clue. Which country is from the east? And which country, as I read this Bible verse, here's the big clue. Which country has the manpower to source an army this large? The Bible says, now the number... Ja, zoals deze man hier verder zegt, het gaat over een land uit het oosten, wat uiteindelijk hier ook in Openbaringen 9 vers 16 gaat over het nummer van het leger van de paardrijders was 200 miljoen. Nou ja, dat zijn hele grote aantallen. Je kan je afvragen van met die aantallen van welk land zou dat kunnen doen. Hij wilde dus zelf nog niet aan te geven welk land het zou zijn, maar onder andere in de Bijbel wordt het gezegd het land van de reizende zon. Er is een land bekend wat als reizende zon wordt gezien, onder andere omdat het altijd een reizende zon ziet. En dat is namelijk China. Dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn, onder andere, dat China een van deze koningen of landen, wellicht misschien met meer andere landen, uiteindelijk de kinderen van God gaat aanvallen en richting Israël gaat na het opdrogen van deze rivier. Er was 200 miljoen, nou ja, ik moet niet overdrijven, maar volgens mij
heeft China alleen al 1,3 miljard mensen. En daarnaast investeren zij heel veel geld in het uitbreiden van hun leger, de nieuwste technologie. Er zijn meerdere artikelen ook over studenten die bijvoorbeeld door China gefinancierd worden om in het buitenland te studeren. Dus bijvoorbeeld hier in Nederland. Om vervolgens technologisch inzicht te krijgen over bijvoorbeeld nucleaire energie of wapenkunde. Om dat vervolgens zelf te kunnen toepassen voor hun eigen oorlogen die ze van plan zijn om te voeren. Daarnaast is een bepaalde ontwikkeling dat China een goede relatie heeft met Iran. Nou, als je op de wereldkaart kijkt waar Iran ligt ten opzichte van China, dan ligt Iran relatief dichtbij Israël. En de rivier de Eufraat loopt onder andere door Irak, een groot gedeelte, en ook volgens mij een klein gedeelte door Iran zelf. En een gedeelte door Turkije. En als dat opdroogt, dat vormt eigenlijk een natuurlijke barrière tussen Israël en de landen daaronder en het oosten. Nou, op het moment dat dat opdroogt, dan zou het land uit het oosten heel makkelijk kunnen oversteken met hun leger, omdat het water is weg, dus ze hoeven niet iets te bouwen, ze kunnen er gewoon langs. But the army of the horsemen was 200 million. In a moment's time, I'm going to show you this unforgettable footage of the Euphrates. But first, you need to know what is so special about this river. The Euphrates River was actually the boundary to the Garden of Eden. The Euphrates River was also the boundary that was given to Abraham when he was proportioned an amount of land by the Lord. And the Euphrates River is the area where Nimrod founded the religion of Babylon, where that Tower of Babel was built as an affront against the Most High God. So, ja, wat hij hier zegt is hoe belangrijk de Eufrates rivier was. Onder andere dat de tuin van Eden aan de rivier grenste. En Eden ook relatief dichtbij. Dat wordt in de Bijbel wordt dat benoemd, onder andere ook. En dat het daar was. En daarnaast was het ook de plek waar Nimrod Babylonië heeft gesticht. Remember this. The Euphrates River is located in an area where many of the key events of the Bible have taken place. And the Bible says that when these waters are scorched, an army of 200 million will begin marching from the east. Now, just think about this for a moment. John the Apostle, who penned these words, when he was writing down about this prophecy that would happen, there wasn't even 200 million people on all of the face of the earth. En ja, wat hij hier ook zegt is, op het moment dat John dit aan het schrijven was, waren er nog niet eens 200, was er nog niet een land met 200 miljoen mensen. Dat bestond toen nog niet. Dus op het moment dat hij dat schreef, moet het wel een profetie zijn geweest, want dat bestond op dat moment niet. En dat is ook wat hij hier zegt van, hij schreef dat al in de toekomst, voordat het überhaupt gebeurd was. En hedendaags is dat nu dus wel mogelijk. Me today that the Bible is only relevant for the people back then. Thousands of years on, the Bible has no relevance to us. Will you explain that to me, Mr. Atheist? But just when you thought this prophecy could not get any more terrifying, listen to this. The Bible says, release the four angels who are bound at the great river Euphrates. So the four angels who had been prepared for the hour and day and month and year were released to kill a third of mankind. I've actually heard some people say. Ja, wat hij hier ook zegt is dat dus in de Bijbel onder andere staat dat dat er dus vier engelen onder deze rivier vastgeketend zijn en dat die zo lang vastgehouden worden totdat de rivier opgedroogd is en totdat God zegt van dit is het moment dat jullie los mogen komen. En dat zal het moment zijn dat zij dus een derde van de mensheid gaan ombrengen.
But this bizarre footage that I'm about to show you is a recording of these fallen angels. I'm not so sure about that, but I do know one thing. This river certainly holds many spiritual secrets. And when this river dries up, four angels who once shared heaven, four angels who've been chained under the surface of this water for thousands of years, four angels who've had the longest jail sentence, will one day be released. And when they are free, it will not be very pretty for mankind. Why is it so bad? Because when these four angels are released, they will be the captain of this huge Eastern army. And the Bible says they will be given the power to wipe out one third of all of mankind. So if we add up all of the judgments in Revelation, all of the terrible things that are going to happen in the tribulation so far, that means that 50% of the population will be gone. And if that was to happen right now today, that would mean that over 4 billion souls would be eliminated practically overnight. I wonder now. Wat hij hier ook zegt is dat het leger van het oosten op het moment aangeleid zullen worden door onder andere deze vier engelen die onder de Eufraat zitten. En dat die dus de macht krijgen van God om een derde van de mensheid te vermoorden. Wat ongeveer neerkomt op 4 miljard mensen in een hele korte tijd. Is anybody pondering the same question that I am? Who are these four fallen angels? What is their identity? Well, personally, I believe these are the same fallen angels that are described in the book of Jude. These are the same angels who are talked about in 2 Peter chapter 2, who went in because they saw that the daughters of men were beautiful. They went into those women and they had wicked, evil relationships. And from these relationships came these hybrid creatures, which you know I've talked about in great detail in this video here. And then, because God saw this, he was angry with the sons of men, so he flooded the earth. But what did he do with these angels? Well, the scripture says he put them in chains of gloomy darkness. What was the reason for it? Wat hij hier zegt is, hij praat over de engelen. En de vier engelen waarvan hij denkt dat het de gevallen engelen zijn die God toenertijd geketend heeft. En hij heeft er dus vier heeft hij dus onder de Eufraat opgesloten. Dat is wat hij hier denkt, wat de engelen zijn. En die engelen die hebben toen een tijd hebben die geslachtsgemeenschap gehad met de kinderen van God. Dus zeg maar de dochters God, terwijl zij engelen waren en God het ten strengste verboden had. Dus als wraak onder andere ook, omdat hij daar zo boos op was, heeft hij de zondevloed gebracht toen een tijd bij Noach. Because they left their boundaries. And what does the river Euphrates represent? Boundaries. So could it be the gloomy darkness that these fallen angels are trapped in is below the dark waters of the Euphrates? And when that water is dried up, they will be free. And they've had a lot of time to think. They've had a lot of time to get bitter. And when they're released, mankind will see the wrath of these angels. Before I show you this rather peculiar footage, I need to take you on a little bit of a diversion first. I need to show you another spiritual river which holds a great deal of significance in the Bible. What river am I talking about? The River Jordan. Come with me now. Set your eyes upon a successful man, a man of caliber, a five-star general, a man who was the captain of the entire Syrian army, a man called Naaman. Now Naaman, as successful and as powerful as he was, he had one problem. He had something called leprosy. Leprosy was a terrible thing to have. If you had it, it covered your body in sores and even your limbs were destroyed eventually by this terrible illness. And if you had it, if you had leprosy, you were... Waar hij hierover verteld is over een Syrische generaal die toen de tijd in de Jordaan door... Moet ik het zeggen welke? Dat was een van de profeten die dat tegen hem gezegd had om zich daar 7 keer te wassen. In een vieze, smerige rivier. Wat de generaal niet echt zag zitten. En hij zag van, we hebben veel mooiere rivieren thuis. Waarom moet ik in deze? Maar hij deed het uiteindelijk wel, want hij had last van een ziekte. Hij had eigenlijk alles, maar hij ging toch op zoek naar een profeet van God. Om zeg maar daarvan genezen te worden.
En hij moest in de Jordaan, moest hij zich dus 7 keer wassen. En nadat hij zich daar gewassen heeft, toen is hij genezen. Thought of a castaway. You were ostracized from society. And every time you approach people, you had to shout at the top of your voice, unclean, unclean. So people knew to keep their distance from you. Believe it or not, I can empathize a lot with Naaman. There are times in my life where I want to shout out, unclean, unclean, stay away from me. For instance, when I'm at church, I feel like I'm wearing this invisible cloak of sin. And when the men, the elders, come round to offer me the Lord's Supper, sometimes I feel like saying, keep it away from me, I'm not worthy to take it. Sometimes, when I make these videos, I feel like I'm the last person on earth who should be filming Christian videos and telling people to obey the word of God. And I want to shout to you all, unclean, unclean. And of course, at times, perhaps you've known this too, when we bow in the presence before our holy, holy God. Wat hij hier zegt is, hij spreekt onder andere over zichzelf, over het feit dat hij zich kan inbeelden hoe het voelt voor die generaal toen de tijd en voor hem nu. Niet in de zin omdat hij ziek is, maar omdat hij zichzelf onrein vindt. En die momenten dat hij zich onrein vindt, dan wil hij het eigenlijk wel tegen andere mensen zeggen van, ja, ik ben ook onrein, ik kom ook tekort. Als hij in het gezelschap is van mensen vanuit de kerk die bijvoorbeeld heel machtig werk doen, misschien dat hij zichzelf onrein daar voelt. Daar spreekt hij over. God, and we come before him, we want to say, God, stay back, because I'm unclean, I'm unclean. But praise God that we serve a God who does not keep 2 meters apart from us. He does not distance himself from us. The more we say we're unclean, the more he just draws closer and wraps his arms of forgiveness around us. So here we have this army general, Naaman, who had everything going for him, but there was one thing that was messing up his life. And I wonder, if I ask you, what is the one thing that is ruining your life? What is your own kind of leprosy? What would you say? I wonder if I asked you the question, are you a public success but a private failure? Wat hij hier zegt, onder andere, is hij vraagt iedereen van wat zijn dingen in ons eigen leven waar wij misschien van zouden zeggen dat we het niet waard zouden zijn. En onder andere zei hij dat God, juist op het moment dat wij dit erkennen bij hem en bij hem neerleggen, dat hij niet iemand is die afstand van je neemt omdat jij gezondigd hebt of dat je het niet waard bent of wat dan ook, maar dat hij zegt van je bent altijd welkom en juist naar je toe komt op het moment dat je dat erkent. What's through your mind as I ask you that question? Well, I think we could learn a lesson from Naaman. You see, Naaman took steps to address his issue and he sought help from another, from the prophet Elisha. I don't know if this goes through your mind, but I like to picture things when I read the Bible, and I picture this great big army general with a band of men kind of embarrassed as he's standing outside what would probably be a little house, and he knocks on the door and he says, hello? Hello, I'm here to see the prophet Elisha because I've got an issue. I've got leprosy and I need to be made clean. I need to be healed. Now, wat hij hier onder andere zegt is dat je nog zoveel dingen kan hebben. En in het geval van deze generaal Naaman, dat hij, ondanks dat hij zoveel succes had en zo machtig was, dat hij toch hulp zocht bij een profeet van God om te zeggen van ik heb hier last van, wat eigenlijk best wel beschamend kan zijn voor sommige mensen. En hij trekt het dan verder dan in de zin van dat je ziek bent, maar dat het ook kan zijn omdat je jezelf onrein vindt of dat je hulp nodig hebt. Dat het niet uitmaakt hoeveel succes je hebt, maar dat je altijd iemand kan zoeken voor hulp bij een profeet of bij God om daar te komen om uiteindelijk genezen te worden en geholpen. Elisha didn't even answer the door. In fact, he sent a messenger and said, through the messenger, tell Naaman to go and wash in the Jordan River 7 times and he'll be healed. Now, you could imagine, this is a big man. This is the big cheese. This is Naaman and he's getting really angry now. This prophet of Israel will not even come to speak to me himself. Does he not know who I am? And he's told me to wash in the River Jordan, that filthy river. In my country,
country, in my land, there are two fresh flowing rivers in the Damascus. Why can't I wash in them? Why the dirty River Jordan? No, Naaman, you must wash in the Jordan. So Naaman didn't have any other choice. Nou, wat hij hier dus zegt, van wat ik net ook al zei. Naaman werd nogal boos omdat hij naar het huis van de profeet Elia ging. En vervolgens, in plaats van dat Elia hem te woord stond, had hij een dienstknecht van hem had hij, gezegd. En die had gezegd van, nou, spreek jij maar tegen hem. En zeg maar tegen hem dat hij 7 keer in de rivier de Jordaan moet wassen. En nou ja, dat vond die generaal toen de tijd niet zo leuk. En die zei ze van, ja, en wie stuurt dan deze dienstknecht naar mij? En hij wil me niet eens te woord staan. Dus ik kwam een beetje trots van hem, want hij is natuurlijk generaal. Alles wordt natuurlijk gedaan zoals hij wil en wat hij verwacht. Maar dat gebeurde niet. Maar hij kreeg dus wel een antwoord. En uiteindelijk kreeg hij dus als opdracht om zich 7 keer te wassen in de Jordaan. En, nou, zoals ik net al zei, hij zei van, waarom in die vieze rivier? Want ik heb in mijn eigen land heb ik vele meerdere schone rivieren en ik wilde het helemaal niet. En, maar hij ging het wel doen en hij is daar uiteindelijk ook door genezen. He humbled himself. And again, just look at him. See him there, standing at the edge of the River Jordan. I can imagine him sort of pinching his nose as he looks at that repugnant water, as he sees the siltiness. And then he dips his toes in and he begins to wash himself once, twice. 3, 4, 5, 6, and then on the 7th time when he submerged his body, he was made whole, he was made clean. In fact, the Bible says he wasn't just made better, but his skin went like the skin of a child. His skin went like he was back in infancy. Every single one of us has our own type of leprosy. It's called sin. And sin is the one thing that ruins us. Sin is the one thing that will drag us down to hell, that will cause our death, that ruins our lives, that ruins our relationship. Ja, wat hij dus zegt van iedereen heeft eigenlijk zijn eigen vorm van tekortkomingen, ziektes, of wat dan ook. En deze tekortkoming is onder andere zonde, wat hij hier benoemt. En hij zegt van, om voor jezelf na te denken van wat voor type zonde je misschien begaan hebt. En die bij God wil neerleggen, zodat God je kan vergeven en genezen hiervan. Relationships that ruins the world we live in and sin needs dealing with. But many of you, just like Naaman, 99% of the people in this world, like Naaman, think, I can deal with my issue on my own. Religion will deal with my sin problem. Reform will deal with my sin problem. Being a good person, that's the way I get to heaven. I don't need this answer. You mean you're going to tell me the only way to be saved is through this man Jesus? You're going to tell me the only way to be saved is to dip myself in this river, in the river of forgiveness, Jesus Christ's blood? Well, yes. That's exactly what I'm going to tell you. The Bible says the blood of Jesus Christ cleanses us of all sin. The only way to be saved. Nou, zoals hier net stond, het enigste wat hij ook zegt is dat sommige mensen misschien te trots zijn en niet willen geloven dat, dat er één iemand is die je kan verlossen van zonde. Maar zoals hier staat, het bloed van Jezus kan iedereen van zonde verlossen. En mochten mensen dat zich onrein voelen of zeg maar zondes begaan hebben en zich graag daarover willen bekeren, dan kunnen ze dat doen door Jezus aan te nemen en zich onder andere te laten dopen. Dus om te bekeren en je te laten dopen. It's through this man, Jesus Christ, who shed his blood on the cross 2000 years ago. The scripture says the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Through Jesus Christ, our Lord. You see, many of you, you work hard every week and you get a wage for your job, for your career. Every year you get a salary. And the Bible says that we are workers of iniquity and every day we're working up a wage for our sin. And that wage is death. And that's why Jesus Christ on the cross died for us. And that is the only way for us to be forgiven and to have our sin problem dealt with. But will you, like Naaman, see that you have no other choice? And will you humble yourself? And will you come to the Jordan River and have your sins washed away? Will you come to the cross of the Lord Jesus Christ and come and be forgiven and cleansed and washed clean? Because I can't put it any better than William Cowper when he wrote these words in this beautiful hymn. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunge beneath that flood, lose all
their guilty stains. Guys, you've been so patient. Here's that bizarre foot. Wat hierom nou weer zegt is dat mensen op sommige momenten hun trots voorbij moeten zetten en niet zoveel moeten geloven in hun eigen manier of werelds denken van ik kan mijn eigen problemen wel oplossen door hard aan mezelf te werken of door een goed persoon te zijn. Iedereen begaat zondes en uiteindelijk spaar je dat op als je er niet van bekeert en als je niet Jezus hebt aangenomen en uiteindelijk leidt dat tot de dood. En een eeuwige dood die niet van God zal zijn. Want God kan je, geeft je niet een eeuwige dood, maar je geeft je eeuwig leven. En dat kun je doen door Jezus Christus aan te nemen. En door in hem te zijn en om je te laten dopen onder het bloed van Jezus. Zodat hij je vrij kan zetten en je eeuwig leven kan geven. Switch that I promised you. Saying that these strange sounds that were heard at the Euphrates are very similar to the strange sounds that were being heard worldwide. And in this video you can hear them right now. Ja, nou ja, wat hij hier onder andere zegt is dat er was een videoclip van bij de Eufraatrivier. En waarvan sommige mensen denken dat dat dus de engelen zijn die daar onder de rivier vastgezet zijn. Zoals je hier onder andere ook ziet, zeg maar, je ziet echt hele gangenstelsels. Er zijn op internet, kun je zelf opzoeken het opdrogen van de rivier. Kun je zelf op Google, kun je wel plaatjes vinden met allemaal stelsels en mensen die er doorheen lopen. En sommige mensen horen dus hele gekke geluiden en dit is een filmpje daarover. Dus als jullie daar zelf meer over willen weten, dan zou ik jullie vooral aanmoedigen om dat op te gaan zoeken en onderzoek naar te gaan doen. Vooral ook echt goed de Bijbel te gaan lezen, Openbaringen, zodat je bepaalde dingen die op dit moment afspelen kan herkennen en je kan voorbereiden op wat komen gaat.